Showman nummer 1 stierf op 30-jarige leeftijd en was volgens het publiek een echte showman. Hij heeft slechts enkele nummers op zijn naam staan, maar hij staat in het rijtje van grote Surinaamse artiesten. Een ster, een icoon, een legend. Als je tot het eind van deze video blijft kijken, laat een reactie achter en als je meer van deze video's wil zien, abonneer je op dit kanaal. Johan Eduard Hendrik Blom is geboren op 23 januari 1955 in het district Nikeri in Suriname. Zijn talent is al heel vroeg zichtbaar. Klasgenoten en vrienden van de Spangenbergschool vertellen dat hij de hele dag zong, ook tijdens de les, waardoor hij vaak in de problemen kwam met de juffen en de meesters. Zijn oma, die bollevrouw was op de Spangenbergschool, had haar handen vol aan de kleine Johan. Ook de lokale ondernemers in Nikeri herkennen het talent van de kleine Johan. Zonder toestemming van zijn ouders zong hij stiekem in verschillende bars, soms voor een kleine vergoeding. In zo'n kleine gemeenschap is het onmogelijk zoiets lang geheim te houden. Wanneer hij op zo'n avond weer gepassioneerd staat te zingen, stapt zijn vader de bar binnen. Johan wordt lijkbleek en staat te trillen op zijn lange benen. Zijn vader zegt, zing rustig door, Sham. En zo is waarschijnlijk zijn artiestennaam Sham Blom geboren. Sham is een belhamel en een vechtersbaas. Hij haalt op jonge leeftijd veel kattenkwaad uit. Zijn ouders maken zich zorgen over zijn toekomst en daarom wordt er besloten dat het beter is dat hij bij zijn vader in Wageningen gaat wonen. Maar de jonge tiener die blijft ook daar een lastig ventje. Dan krijgt hij een baantje bij Wima Sanga als zweminstructeur. Vol overgave stort hij zich op die baan. In dat baantje kan hij wat van zijn energie kwijt. Als hij 13 is, sluit hij zich aan bij zijn eerste tienerbandje, de Microbeats. Hun soulrepertoire slaat goed aan bij de lokale jeugd. Ondertussen vestigt de 20-jarige Jerry Themen zich in Suriname. Jerry Themen staat ook nog aan het begin van zijn carrière en maakt deel uit van de band Black Earth. Black Earth die reisde af naar Nikeri om de deelnemers van het Solide Songfestival georganiseerd door de stichting Peace Forever te begeleiden. Sham Blom, die op dat moment een lokale bekendheid was, was een van de deelnemers. Volgens Jerry Themen en andere aanwezigen was het optreden van Sham Blom een groot succes. De zaal lag aan zijn voeten. Jerry Themen was onder de indruk. Jerry en Sham die komen elkaar later in Paramaribo weer tegen. Sham Blom verhuist in 1971 naar Paramaribo en gaat wonen in de Mastklimmenstraat in de wijk Ramgulam. Het jaar daarop, in 1972, schreef hij zich in voor het Nationale Songfestival. Zijn optreden was dagenlang het gesprek van de dag. Het optreden was enerverend, zijn kledingstijl, de bellbuttons, de bikikof broekoe en de bovenste knoopjes van zijn overhemd los, zodat zijn borst vrij kwam en zijn ketting te zien. Uniek was zijn optreden en zijn contact met het publiek was echt en puur. Hij was geen topvocalist, maar een totaalartiest. En daarom was hij de terechte winnaar van het Songfestival. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Hij werd nummer 1. Er werd op los gefeest, zodanig dat de trofee, die gemaakt was van houtsnijwerk, kapot is gevallen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hij heeft nooit zijn titel verdedigd. Veel fans hadden dat gehoopt. Gelukkig bleef hij deel uitmaken van het festival, want hij werd geboekt door de organisatie voor een gastoptreden. De iconische presentator Henk van Vliet, die doopte hem om tot de showman number 1 van Suriname. Maar van zingen alleen kan Sham Blom niet leven. Hij moet ook de rekeningen betalen en daarom wordt hij ondernemer, zoutvleesverkoper op de lokale markt van Paramaribo. Hij had veel klandizie.
De mensen die kwamen niet alleen voor het vlees, maar ook voor de shows en de tories die hij tijdens het zoutvleesverkopen gaf. Hij deed goede zaken. Zijn dag begon al vroeg en hij was rond 12 uur uitverkocht. Hij had dus de middag vrij om zich op zijn muziekcarrière te storten en dat deed hij ook. Je kon hem ook vaak zien cruisen door de straten van Paramaribo op zijn glimmende sundap, zijn dapoe, zijn trots. Chamblon was van vele markten thuis. Hij zong soul, rock en ook kaseko. Volgens medemuzikanten was Chamblon geen pure kaseko-artiest, maar hij heeft wel kaseko-nummers uitgebracht. Met Cojunto Casino neemt hij in 1978 Siki Uma op. Dan sluit hij zich aan bij de nieuwe band van Jerry Taman Explosion. In die band zaten veel bekende artiesten zoals Hugo Landolf, Daryl Filemon, Ruud Koenders en natuurlijk ook Marta Bruinings. Explosion was een band met een missie. Uitbrengen van eigen nummers, liever geen covers, muziek, tekst, alles. En juist met Explosion nam hij het nummer If You Think You Look Me Up. Dat nummer is geschreven op de melodie Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. Wel met eigen tekst in het Sranang. De tekst was best gewaagd voor de late jaren 70. Hij heeft met de band Kaseko Masters 5 nummers opgenomen. Mampira in 1981, een soort protestsong tegen de volgens hem jaloerse jonge militaire mannen die hem het leven zuur zouden maken omdat hij veel aandacht had van de vrouwen. En Chamblon was een ladies man. In 1982 neemt hij de ballad Fury op. De melodie is van het nummer Feeling van Albert Morris. De tekst heeft hij vertaald naar het Sranang. En het nummer is 6 minuten en 50 seconden lang, maar bij een live optreden kon het nummer makkelijk 15 minuten duren. Chamblon zong, sprak met het publiek, gaf een tori, neemde de zaal mee in een tori. Soms maakte hij ook reclame voor zijn zoutvleesstand op de markt. Hij was helemaal niet bang om zijn business te pluggen. Optreden na Chamblon was een onmogelijke taak voor vele artiesten. Daarom werd hij ook opgesteld als showstopper. Hij was het sluitstuk. Het nummer Jaja Lulu met Kaseko Masters verschijnt in 1982. Zodra Chamblon op het podium staat, begint het publiek te roepen. Lulu! Lulu! Het favoriete nummer van het publiek. Lulu was een zuivere hit. Op de maxi-single Mama No Luca Ding van Kaseko Masters uit 1985 zingt hij 2 nummers. Het Kaseko-nummer Opoyesi staat op kant A en op kant B zingt hij de ballad Groen Grazie. De melodie is van het nummer Green Grass van Tom Jones. Op de verzamelalbum Sranam Moxie Patu 1 en 2 staan de nummers Wakamang en Trutori uitgebracht door Fusireko. Chamblon heeft met verschillende andere Kaseko-formaties opgetreden, maar belangrijk in zijn carrière zijn de populaire bands Real Sranang, Cojunto Casino en Kaseko Masters. Chamblon was een showman, een artiest, een ster. Zijn legacy is klein, maar kostbaar. Dan is het 5 november 1985. Chamblon zit op zijn sundap. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam, van een verjaardagsfeest, optreden of gewoon van een repetitie met zijn band. Maar hem treft het noodlot. Hij wordt aangereden in de Franse Paardenstraat. Hij is eerder al aangereden geweest, maar dit keer is het fataal. Hij overlijdt op 30-jarige leeftijd. De volgende ochtend wordt Suriname wakker met het nieuws dat showman number 1 is overleden. Suriname was in shock. Zijn begrafenis was druk bezocht. Vele fans kwamen afscheid nemen van deze grote artiest. Zijn naam zal immer genoemd Johan Eduard Hendrik Blom. Chamblon.